van mijn kanaal. Dit keer ben ik terug met de laatste vlog. Zo de Jezus, hoe laat is het? 6. Nou, het is al 6:15. En ik begin pas zo laat. Omdat we moeten om 9:00 gaan pas vertrekken. Weer naar de bus, want we gaan terug naar huis. Ja, we gaan om 9:00 pas vertrekken met de bus. Met die bus waar we ook mee zijn aangekomen. Ik weet niet of het dezelfde is, maar het is wel zo. Moeten we 2 uur rijden naar dat vliegveld dingetje. Dan weer 4,5 uur naar Schiphol. En dan nog super lang weer terug naar huis. Dus dat gaat nog echt super lang duren. Shit. We komen waarschijnlijk ook echt om 6:00, 7:00 s'nachts aan. We zien jullie als we de bus in gaan. Oké, we staan nu buiten het hotel. 2 uur later, 9:00 is het, Turkse tijd. En we gaan nu de bus in. We kunnen achterin niet meer shot kunnen. Waar gaan we? Hier? Of daar? Oké, ga je zitten. En nu even 2,5 uur rijden. Shit. Nu uitstappen, tenminste, waarschijnlijk nu of over een paar minuten, seconden, wat dan ook. Hij rijdt ietsjes door. En dan moeten we nog 3 uur wachten op ons vliegtuig. Hopen dat er wifi is, want anders Uur. Vanwege de storm. Ja, hij komt om 2:00 aan en hij vertrekt ongeveer om 3:00. U gaat zometeen naar binnen via ingang B. Dan kunt u wel gewoon inchecken bij de incheckbalie. Daarna heeft u de mogelijkheid om binnen te verblijven. Dan kunt u wat eten, drinken of roken. U kunt ook naar buiten. Dat is als u de parkeerplaats achterloopt of uitloopt, aan de rechterkant zit een flycafé. Daar kunt u gewoon natuurlijk ook eten en roken. Eten is daar wat goedkoper, meer keus. En er is wifi. En dat is op de luchthaven niet mogelijk. Mevrouw, even een vraagje. Ja? Want ik zie je niet. Maar ik zeg al, je kan eten en drinken. Maar wel op jullie kosten. Ik hoor niks. Want wij moeten. Eén moment. Op jullie kosten gaan wij eten. En drinken. Daar kan ik helaas niks over beloven. Meer dan 3 uur vertraging zijn jullie verantwoordelijk. Dan loop ik met je mee en dan bel jij je baas gewoon. Ja, meer dan 3 uur. Ik ga zo meteen wel even overleggen, maar ik kan daar zelf niks over zeggen. Nou, ik vind het gewoon niet, maar ik ga gewoon eten en drinken. In ieder geval, u heeft uw visum bij de hand, hoop ik. Die heeft u nodig voor de terugreis. U vindt ook de incheckbalies via de beeldschermen door.
Nou, dat was een beetje een grappige discussie. Dus misschien krijgen we gratis eten. Ik hoop het. Vanaf 3 uur krijgen we geloof ik een maaltijd vergoed. We moeten 3,5 uur wachten. Het is nu iets over 10. En hij vertrekt om 2 uur. Uur 2. Dus dat gaat nog heel lang duren. Dus ik snap het wel van die meneer. Dus dikke respect naar die meneer die dat net zei. Ja, oké, we staan nu binnen. En we gaan vertrekken. We gaan met het vliegtuig. We moeten even door de douane. Even borden. En dat soort dingen. Dus die. De handbagage is al zo'n 2 uur geleden, 3 uur geleden ingeleverd. En zo de tering. Oh. Ik ga even kijken hoe laat het is en dan ga ik verder met de vlog. Oké, het is nu 2:15. Ik pak een koffertje. En we gaan naar rechts. En dan gaan we zo nog een keer naar rechts. En nu gaan we naar Schiphol. Dat wordt helemaal goed. Hopelijk zitten we met niemand anders, zeg maar. Ik hoop dat echt zo erg. Dus, oké, ik denk dat dit redelijk vol gaat zitten. En ik heb jeuk aan mijn neus. Dus als ik even met een stuk van de camera, dus zo, even mijn neus doe, dan snap je waarom. Ik ben echt geen fan van jeuk aan mijn neus. Maar, we moeten nu door de douane heen. Na 2-3 uur gewacht te hebben. Ik deed weer even mijn neus kriebelen. En dan gaan we naar dinges, naar Schiphol, wat dan ook. Ja, gewoon naar Schiphol, dus dat. Terug naar huis! Joepie! En het enige wat ik moet doen als ik thuis ben, is de vlog editen. Want dat ga ik echt doen, ook al komen we echt iets om. Nou, het is alweer bijna dag als we thuis zijn. Dus ja, dat. En dan moet ik even de vlog editen, want YOLO. Thumbnail erin knallen en dan is alles helemaal goed. Tering, ik ben moe. Ik vind het wel een beetje hufterige actie van wat ik net heb verteld. Maar zie jullie weer als we door de douane heen zijn. Oké, ik wil nog 1 keertje vloggen. We zijn er echt bijna. En dan moeten we door een soort van body scan ding. Dus ja, dat. En dan gaan we het vliegtuig in. Hopelijk zitten alleen ik en mijn vader bij elkaar. En ja, ik hoop echt niet dat er iemand anders bij zit. Maar zo te zien, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Nee. Oké, wij zijn door de douane heen. En we moeten even wachten. Hoe lang moeten we wachten? Kwartiertje, denk ik. We moeten een kwartiertje wachten tot het vliegtuig komt. Daar huilt een baby. En we moeten even een plekje gaan vinden. Wat is dit? Waarom? Wat? Ik zet het gewoon even neer. Kom, nee, we gaan zitten. Dit mag je niet meenemen. Oké, dit mag je niet meenemen. Niets verder aan. Is dat? Zal ik even de koffers pakken en alvast ergens gaan zitten voordat het helemaal vol zit? Oh, hier borden. Oké. Dus dat wordt helemaal chill. Wij gaan zo borden en dat is leuk. Jee. Oké, we gaan nu naar het vliegtuig. Daar staat het. Schiphol, huis, Nederland, molens, alles. Komen eraan. Mijn vader die houdt echt die dingen in zijn bakjes. In je wachtel. En wat is een
toestel van Anapoli of zo. Monopoly. Kijk, Anapolo Jet of zo. Dat is geen Oh, daarachter staat Transavia. Dat is de woningvraag. 06, 08, 26. Daar is ook. Wat? Oh ja. Oké. We gaan dezelfde weg. Als dat we vorige keer zo zijn gegaan hier naartoe. Woe! Dikke Rocky muziek. Nee, om copyright redenen kan dat niet. Dat is wel jammer. We zitten bij, dicht bij de uitgang. Yeah. Achter. De achteruitgang? Ja. Oké. Je hoort me misschien niet goed. Dat is dan heel vervelend. Maar we gaan de vliegtuig in. Ja, die daar, die deed. Tada, die deed. Oké. We gaan een paar films kijken. Even een paar spelletjes doen. Wordt helemaal leuk. We gaan naar binnen. Hier zit alleen geen slurf waarmee je naar binnen moet lopen. Nee. Waarom doen ze dan al die moeite om zo'n slurf erin te zetten? Makkelijker. Is dat serieus makkelijker dan zo'n klein trappetje? Ja. Holy shit. Waarom dan? Het ding hoef je er toch alleen maar naartoe te rijden. Backside auto. Huh? Sorry, backside auto. Wat is er dan, backside also? Nou, dat zit er achterin, dus dan is het makkelijker om. Ja, kijk, achterin kan je ook uit. We gaan naar binnen. Vliegtuig. Helemaal mooi. En we zijn erin. Zijn ze met je doorgekomen? Ja. Ja? Want was het nu al vroeg hier? Klein beetje. De koek is dan niet meneer. Maar die zijn er eens. Ik dacht dat moeder dat ik op zeer had gezegd. Ja, zie je wel. Dat is ik al. Hoi. Goedenavond. Goedemorgen meneer. Ik heb ze allemaal weer. Ik weet niet waar we zitten. Maar, vandaag, pap. Ja, bijna. Nou, wij zoeken eerst even ons plekje op. Oké, we zitten erin. En ik zit bij het raam. Helemaal poetievol. Yeah! En? Oh. Dus dat wordt super episch. Doei! We'll be right back.
Oh,
Ik ga nu het vliegtuig uit. En ja, hier achter ons is het vliegtuig. En we worden met busjes naar Schiphol gebracht. Dus. Yeah. Yo mensen van mijn kanaal. Ik weet niet waarom ik dat stukje intro doe, want dit is nog onderdeel van de vlog. Maar ik neem dit ook weer op met een andere camera. Alleen, ja. Ik heb niet meteen het laatste stukje van de vlog kunnen maken. Want ja, we gingen alleen maar met de auto daarna. We zijn geland en ja, gingen we vanaf Schiphol gewoon met de auto. Dus daar was ook niet echt veel aan te beleven. En toen thuis kwam was ik gewoon zo moe. Ik zak er gelijk in. Dus nu doe ik even de outro. Daarom komt die ook wat later online. Maar in ieder geval. Waarschijnlijk wordt dat eruit gesmet. Maar in ieder geval, vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer, reageer. Lijkt me een goed plan. En zie ik jullie volgende keer. Doei!